Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 6 mei. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben zoals elke dag weer klaargemaakt. En ik ga zo meteen mijn woonkamertje weer doen. En daarna moet ik editen, want ik heb de vlog nog niet afgekregen. Maar ik ben gisteravond heel druk geweest met het artikel van die Real Techniques kwasten. En ik heb zelfs de foto's nog niet helemaal afgekregen voor het artikel van vandaag. Dus het zat allemaal niet heel erg mee. Gisteravond heb ik gekeken naar Beter Laat Dan Nooit. Het was wel grappig. Daarna heb ik de Datables gekeken. Ik heb een koude rilling op. Oh, het is wel zonnig buiten, maar er staat ook een beste wind. Was ook wel weer heel erg leuk. Ik heb Gossip Girl gekeken en daarna gewoon reacties. Dat was een beetje mijn avond. En ik ben dus bezig geweest met die fotodingen. Vanavond is een persconferentie. En die werd gisteren ineens aangekondigd. Ik had het nog niet eens meegekregen, maar die is dus vanavond. De voorspellingen zijn dat er versoepelingen gaan plaatsvinden omtrent de kappers en de terrassen. Ik vind het een beetje lastig dat mensen nu met voorspellingen komen. Dus ik denk van laten we het afwachten. Maar volgens mij komt het uit Den Haag. Dus laten we het maar gewoon afwachten. Dus dat is vanavond. Ja, voor de rest eigenlijk ook niet heel veel gebeurt of zo, niet bijzondere dingen. Dus ja, ik heb gisteravond mijn wasje nog opgehangen, die handdoeken. En dat was het ook eigenlijk wel. Het was gewoon niet heel bijzonder. Ik heb wel lekker gegeten en zo, maar ja, het was niet bijzonder. Ik heb weer heel erg last van mijn oog. Oh, ik haat die hooikoorts, echt waar. Ik had nog pilletjes gehaald bij de Lidl. Die wil ik eigenlijk even gaan testen wanneer je nog boven in de boodschappentas. Gaat allemaal zo soepel dit, maar niet heus. Dus dat eigenlijk. Dus ik ga nu gewoon even mijn soepje maken. Dan ga ik de woonkamer lekker doen en daarna ga ik maar editen. Want ja, die vlog die moet af. Dus dat ga ik maar eventjes doen. En ik ga jullie er gewoon bij zetten. Ja, het is een korte intro, maar ik heb verder ook niet zoveel te vertellen. Er is gewoon niks gebeurd wat interessant is of überhaupt iets. Dus ja... Ik kan er een heel lang verhaal van gaan maken. Maar ja, als er niks is, dan is er niks. Dus ik ga maar eens eventjes aan de gang. Des te eerder ben ik ook weer klaar, denk ik altijd maar weer. Zo, de camera is klaar. Nu is het tijd om te editen. Dus ik ga even achter de laptop kruipen. Ik ben er wel begonnen, dus ik hoef niet helemaal. Dus ik wil het nog even afmaken. Even twee kussentjes in de wasmachine zitten. Dus nou, dat ga ik nu gewoon eventjes doen. Dan kan ik jullie verder niet bij zitten, want ik heb het kaartje van de camera nodig. Dus nou ja, ik kan zeker nog drie kwartier editen. Dus ik moet hem haast afkrijgen. Dus laten we maar eens eventjes aan het werk gaan voor YouTube. Zo, ik heb even lekker gerelaxed. De vlog is af. Mijn vader belde even, dus vandaar dat ik nu net eventjes nu pas even weer bij jullie terugkom. Ik ga zo even lekker douchen en dan eten. Dan straks maar weer de persconferentie kijken. Vanavond kijk ik Hart in Actie en Steen Rijkstraat Adermaar. Ik zal alleen even kijken of de vlog nu zometeen al klaar is met opslaan. En dan kan ik hem... vanavond online gooien. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik film je ook even mijn telefoon. Het kaartje van de camera zit er nog in. Ik kon het er niet uithalen. Die zat ook bijna vol. Dus die moet ik sowieso even legen.
Maas ligt hier gezellig op tafel. Eigenlijk ligt iedereen hier wel te slapen. Oei. Oei, ik ben een beetje moe. Wordt een beetje taai. Als jij het achter de laptop zit, maar dat geeft niet. Ik ga nu vrijdag boodschappen doen in plaats van zaterdag. Want er was iets tussen gekomen, dus het wordt nu vrijdag. Dat betekent dat ik morgen de video op ga nemen. Dat had ik eigenlijk vrijdagmiddag gepland, maar dat ga ik dus nu morgen doen. Dus dat. Ja, vanavond kijk ik gewoon weer Rex en Kostenkul. Dus verder niet heel bijzonder. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien. Ik ga nu verder toch niks meer doen. En ja, maar even kijken wat de persconferentie ons brengt. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 7 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik zou eigenlijk een videobelgesprek hebben om 1:30. Diegene heeft niet gebeld. Videobelgesprek. Het was helemaal geen videobelgesprek. Het was een gewoon belgesprek. Het begint alweer lekker. Diegene heeft dus niet gebeld. Dus ik denk dat daar wat tussen is gekomen. Dus ik wacht wel even af of er nog een briefje komt van goh, ik heb niet gebeld, want dit of dit. Maar dat weet ik even niet. Ik heb ook geen therapiesessie vandaag. Diegene is met vakantie. Had ze niet aan gedacht. Ze kwam later een mailtje van ik ben het helemaal vergeten, maar ik ben met vakantie, weet je. Maar het komt nu wel goed uit, want dan kan ik de video opnemen, omdat ik morgen boodschappen moet doen. Dus dat is nu wel eventjes fijn, want dan had ik het allemaal niet gered. Gisteren natuurlijk de persconferentie. En ja, eigenlijk op zich best wel positief nieuws. Ik ga er wat dingen over zeggen. Dit is wel puur mijn mening. Dus mocht je het hier niet mee eens zijn, echt geen probleem. Maar dit is een beetje hoe ik het ervaren heb en hoe ik het zie. Ik vind het namelijk allemaal een beetje dubbel. We mogen natuurlijk vanaf maandag mogen de kappers weer open. En de nagelsalons en de pedicures. En nou, contactberoepen in ieder geval. De fysiotherapie die ging alweer aan de gang. Dat wist ik omdat mijn oma krijgt morgen de fysiotherapie. Dus die zijn alweer langzaam opgestart. Natuurlijk alles op 1,5 meter. Ja, behalve bij contactberoepen gaat dat niet. Want een kapper kan niet op 1,5 meter afstand knippen. Ze hoefden geen mondkapjes te gebruiken. Dus dat is wel positief natuurlijk. Vanaf 1 juni mogen ook de horecagelegenheden weer open. En de restaurants, dat is ook positief. Maar ik vond het wel een beetje dubbel. Want aan de ene kant, als ik weer ga traanogen trouwens. Ik heb weer last van hooikoorts. Dus dan weet je dat. Want ik voel namelijk het al opkomen. Voor een paar weken geleden werd er natuurlijk gezegd van als we al... Oké, het telefoontje vond dus net plaats, dus ik weet even niet meer waar ik met mijn verhaal ben gebleven. Maar in ieder geval, ik vond het dus een beetje dubbel, omdat we aan de ene kant de beroepen nog zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Of zoveel mogelijk thuis moeten werken, maar aan de andere kant mogen we wel weer dingen gaan doen. Dus ik vind dat best wel dubbel, ik vind dat ook best wel lastig. De verantwoordelijkheid ligt nu best wel bij de mensen. Het is natuurlijk ook allemaal wel onder voorbehoud, maar ja, ik ben dan toch wel weer bang dat we een nieuwe opleving krijgen zoals wat er in China is gebeurd. Dus ik hou mijn hart een beetje vast. Het is nog niet dat ik het positiviteit van de daken schreeuw van oh yes, we mogen weer. Omdat ik toch wel vind dat we best wel grote stappen nemen. Dus ondanks we eigenlijk kleine stapjes zouden nemen, dat we eigenlijk in 1 juni mogen weer met 30 man. Als het goed gaat mogen we vanaf 1 juli alweer met 100 man. Ik vind dat toch allemaal best wel een beetje... Ja, een beetje lastig. Maar goed, dat is een beetje mijn mening. Ik heb het nu geloof ik wat ingekort, omdat ik echt niet meer weet wat ik nu wel en niet heb verteld door het telefoongesprek. Maar dat is een beetje hoe ik erin sta. Ik heb gisteren Steenrijkstraat Arm gekeken. Die kende ik al wel, maar was nog wel een keer leuk om te zien. Daarna heb ik Hart in Actie gekeken. Was een hele mooie uitzending. Rex en Gossip Girl. En ik heb mijn vlog online gezet. Ik heb mijn artikel geschreven, dus dat was een beetje mijn avond. Lekker basic. Ik ga nu even stofzuigen, wat drinken en de spullen klaarzetten voor de video. Die ga ik opnemen. Het is nu iets later geworden dan ik had gepland, maar goed, dat geeft niet. Ik ga dat nu gewoon even gaan doen. En daarna wil ik nog even gaan bullet journalen en daar zit ik jullie dan gewoon bij. Maar dan kan ik nu eerst eventjes mijn dingetjes gaan doen en video opnemen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Zo, de video staat erop. Ik ga dit nu even opruimen. Ik ga daarna even lekker bullet journalen. Dan ga ik hier bijzetten. Ik zal alles weer even terug in het bakje doen. Kijken we even of ik het vanavond kan opruimen. Want dan kan ik nu nog even bullet journalen. Omdat het nu allemaal even iets later is geworden. Oh, ik heb een droge neus, jongens. Niet te doen. Ik heb gisteravond ook nog eens kaar in mijn hoofd gestoten. Want
was al dingen aan het opruimen en zo. En toen had ik er niet aan gedacht dat mijn keukenkastje nog open stond. En ik loop gewoon keihard door en toen was het bam. Opengestoten, ja. Niet slim. Maar ja, die dingen gebeuren soms wel. Helaas. Ik ga dit nu eventjes allemaal opruimen. En dan ga ik er zo meteen bij zitten als ik even ga bullet journalen. Waarom doet dit zozeer? Nou ja, ik ga dat eventjes doen en dan zie ik jullie zo wel even bij bullet journalen. In de wasmachine die het wel zit op hoge zegen. Ik heb dit zo omgegooid. Hier zit nu het kat ervoor. En dan heb ik hier nu mijn pasta spullen staan. Dus dat was wel top. Niet top is dat ik mijn camera, dat mijn batterij weer leeg is. Maar ik ben nog wel even lekker bezig geweest. Ik heb toch alles kunnen doen wat ik wil doen. Ik wil straks wel eventjes die nagels die lelijk zijn even opnieuw doen. Want het ziet er echt niet uit. Hier kunnen ook een paar. Ik ga straks bami maken. Ik hoop dat mijn gehakt dooi wordt. Ik ga het een keer met gehakt doen. Want ik ben de laatste tijd niet zo heel erg fan meer van het bami nasi vlees. Ik krijg het wat moeilijker weg. Ik weet niet. Het staat me een beetje tegen. Zijn moeder het kan ook wel met gehakt. Dus dat ga ik nu een keer proberen.
Maar dan hoop ik wel dat het dooi is, want ik heb het wel uit de vriezer, anders gooi ik het even onder het warme water. Vanavond eigenlijk kijk ik gestalkt en meester Frank Visser, hoe is het nu met Gossip Girl en de laatste oogappels. Dus dat is wel jammer, maar nou ja, dat ga ik kijken. Ik moet nog even wat foto's bewerken. Verder eigenlijk gewoon een avond zoals altijd. Ik heb nooit spannende avonden. Het is altijd een beetje hetzelfde. En vandaar dat ik jullie daar ook nooit bij zit. Omdat mijn dagen ook vrij hetzelfde zijn. Straks lekker douchen. Ik heb een beetje last van mijn nek. Ik ga zo nog even lekker relaxen. En dan straks douchen. Even eten maken. En dan vanavond lekker voor de buis. Morgen is boodschappen doen. Dus ik weet niet in hoeverre ik morgen veel ga vloggen. Maar dat zien we morgen wel eventjes. Ik heb in ieder geval ben wel even weer lekker wat verder gekomen met mijn mus. En dat vind ik wel heel fijn. Echt even heel diensten afgemaakt. Ik zal je binnenkort weer even een view geven voor de mensen die het leuk vinden. Kan ik weer even laten zien wat ik nou allemaal aan het doen ben. Ik ga nu in ieder geval eventjes de batterij op de oplader doen. En vlekken relaxen. Dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik heb nu verder niks meer wat ik ga doen. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 8 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net even stof gezogen. En ik ga zo boodschappen doen. Er zal vandaag ook niks zijn waar ik jullie bij zal zetten. Gisteravond heb ik gekeken naar Gestalkt. Dat vond ik heel heftig. Die man die stichtte ook brandjes. En was gewoon helemaal doorgedraaid. En hij werkte zelfs voor de gemeente. Vond ik wel heftig. Hij kon ook bij gegevens, doordat hij weer collega's kende, waar hij eigenlijk helemaal niet bij hoorde te komen. Was best heftig. Daarna meester Frank Visser, dat was wel even leuk. Ik heb Gossip Girl gekeken in de laatste oogappels. Toch nog gebeurd wat ik bij seizoen 1 dacht, dat er een scheiding zou plaatsvinden. En op het einde was het echt heel jammer, want er gebeurde een ongeluk. En ik dacht nog, deze mensen stappen in een taxi. Ik heb het vermoeden dat er wat gaat gebeuren. En het gebeurde dus. Dus echt een cliffhanger waarvoor je dus echt hoopt dat er een seizoen 3 komt. Omdat je wilt dat je wil weten hoe dit eindigt. Ik heb vandaag weer een keer leuke kleding aan, vind ik. Ik heb dit shirt aan van de Primark. Ik heb hieronder een heuprokje zitten. Omdat deze rits die is niet helemaal lekker. Dus die vliegt heel snel open. En mijn broek van de Lidl. En mijn Adidas Superstars. Ik heb eigenlijk nog maar 2 broeken die echt goed zitten. En dat is deze en 2 broeken met gaten. Maar dat vond ik het nu een beetje te fris voor. Dus ik dacht ik ga gewoon voor deze broek. Eigenlijk had ik eventjes mijn lipglossjes willen schoonmaken. Maar dat gaat dus niet lukken omdat hun er zo zijn. En dan ga ik boodschappen doen. Ik ga mijn plantjes ophalen die ik had gespaard. Dus dat is voor nu eventjes de planning. En ja, eigenlijk niet heel veel. Ik heb net even stof gezogen, want Taretje had weer overgegeven op de grond. Dus dat heb ik even opgeruimd. Stofzuiger erdoor getrokken, dus dan is het toch nog een beetje netjes. Want ik ga er eigenlijk niet zo goed op als ik een dag niet heb gestofzuigd. Dus dat is wel fijn, maar er zal dus vandaag niks zijn waar ik jullie bij kan zetten, omdat de planning is veranderd. Omdat ik eerst morgen zou gaan en nu vandaag, maar dat geeft niet. Dus ja, ik zit nu gewoon even te wachten. Ze appten dat ze er bijna waren. Volgens mij ligt mijn telefoon nog op de slaapkamer. Dus die zal ik zo eens even pakken. Ik heb een beetje kramp in mijn benen. Dat komt door het slapen, want ik had weer heel erg nachtmerries. En dan ga ik waarschijnlijk heel erg in elkaar liggen. Ik lig in bed heel vaak echt helemaal in elkaar gedoken. Trek ik mijn benen heel hoog op. En dan krijg ik toch best wel kramp. Ik heb ook heel erg... Ik ben ook wel heel erg zoekende op welke kant kan ik het beste liggen. Want ik heb heel vaak pijn in mijn zij. Dat vind ik dan een beetje lastig. Ondertussen hou ik buiten in de gaten of ze er wel zijn. Maar nog niet. Dus dat is wel vervelend. Waardoor ik het nu ook nog een beetje voel. De katten trekken wel steeds de kleden van de bank nu de laatste tijd. In het begin ging dat super goed en nu trekken ze ze elke keer af. Ik zet ze wel vast met wasknijpers, maar dat wil ook niet zo. Ik heb ook een beetje kramp in mijn arm. Gaat lekker weer. Ik ga nu even wachten tot hun er zijn. Ik had wel een bakje al. Ik had 1 bakje gevonden. Daar kunnen de matte lipglossjes in. Maar ik moet alles even goed afnemen. Omdat het een beetje pikt. Er is niks kapot gegaan. Maar lipgloss pikt over het algemeen gewoon best wel. Dus misschien dat ik dat van het weekend dan nog even ga doen. Dat ik dat eventjes allemaal ga afnemen. En dat het dan ook een beetje netjes is. Want ik ben compleet niet tevreden over die laan. Maar goed, dan moet ik even mee gaan kijken wat ik ga doen.
Ik ga nog even spelletje doen. Dan wacht ik even tot hun er zijn. En dan ga ik straks boodschappen doen. Ik zie jullie dan wel weer als ik terug ben. Want er is verder toch niks waar ik jullie bij kan zetten. Omdat dit ja, toch wel even weer wat tijd kost. Dus ja, dat is dan nu even de planning. En dan morgen ga ik wel weer gewoon vloggen de dingen die ik doe. Maar het is vandaag niet echt mogelijk. Dus ik zie jullie later. Ik bedenk me ineens dat ik helemaal vergeten ben om bij jullie terug te komen. Hoe stom is dat? Ik ga even straks de kindjes kijken. Ik weet niet precies hoe dat heet. En eventjes straks Gossip Girl en eventjes nog een aflevering van... ik kom even niet op de naam van die serie. En dan, ik zal jullie morgen de boodschap even laten zien. Want ik ben toen ik thuis kwam ook gewoon mijn dingetje gaan doen en zo. Dus ik ben het gewoon helemaal vergeten. Maar ik zie jullie in ieder geval morgen weer. Dus morgen ga ik weer echt meer vloggen. Maar ja, nu zat het er gewoon eventjes niet in. Dus ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 8 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik zal jullie zo even de boodschapjes laten zien. Ik heb vandaag niet echt een grote planning. Ik wil even de kwasten schoonmaken. Even de plantjes buiten zetten die ik gisteren heb opgehaald. Maar die zal ik jullie zo even laten zien. Even de boodschappen naar boven. En daarna even lekker bullet journalen en even stofzuigen. Dus het is niet een hele grote planning. En ja, een was aanzetten. Dat is een hele belangrijke. Ik heb eventjes mijn nagels weer geknipt van mijn tenen. Ik heb weer eventjes mijn voeten een beetje bijgeveld. Blijft wel nodig. Dat is wel een lastig dingetje. Maar goed, het is even niet anders. Ik zei gisteren dat ik eigenlijk maar 2 broeken had die goed zitten. Maar het is 3 broeken, maar het zijn 4. Want ik heb nog deze hele fijne broek. Die van de Zwarte Markt. Ja, het shirtje wat erop zit is heel erg leuk. Maar het nadeel is dat ik maatje S heb van shirtjes. Maar ze dan toch hier wat te kort zitten. Dus eigenlijk wordt het mooi. Ja, dit is een vlek voor mijn deodorant hoor. Zou ik eigenlijk wel M moeten kopen dat ze iets langer zitten. Dat is een beetje het nadeel. Maar goed, het is niet anders. Ik ben toch thuis. Het maakt op zich niet uit. Gisteravond heb ik gekeken naar Kijkbuis Kids. Dat was erg leuk. Gossip Girl en Morten was ik dus aan het kijken. Want ik kwam gisteren niet op die naam. En... ik moet zeggen dat ik het nu wel steeds spannender vind. Ik heb nu pas 2 afleveringen gehad. Maar het is eigenlijk zo. Hij wordt gechanteerd. Hij heeft in zijn studententijd hebben ze een feest gehad. En dat ging ook echt wel gepaard met drank en drugs. En ook geloof ik seks. Maar goed, er ging wel eens een lijntje cocaïne doorheen. En er was op een gegeven moment dus een man die kwam daar dus hun spul leveren. Pillen en zo, maar hij had zijn dochter bij zich. En dat meisje was nog heel klein. Dat was bij aflevering 1. En toen zeiden die gasten van kom gewoon mee naar binnen. Dus die man is mee naar binnen gegaan en gaf dat meisje dus een lolly. Als je hier heel, als je deze heel langzaam opeet, dan ben ik wel terug als jij die lolly op heeft. Maar ja, dat meisje had die lolly inmiddels op en die man die was er nog steeds niet. Want die zat binnen lekker te snuiven en te drinken. Toen is zij in zijn dashboardkastje gaan rommelen en daar lagen dus allerlei pillen. En die zag zij dus aan haar snoepjes. Dus zij heeft wat van die pilletjes genomen. Waardoor ze natuurlijk helemaal gek werd. Ze wilde uit die auto en zo. Toen is ze dat feest opgegaan. Toen heeft ze haar vader dood aangetroffen in het zwembad. Maar het is nu dan zoveel jaar later. En dat meisje is gewoon inmiddels opgegroeid tot een jong volwassen vrouw. En die wil dus nu uitzoeken wat er op dat feest is gebeurd. En daar is Morten dus ook bij betrokken. En zij is echt een Haagnees. Dus ze was helemaal aan het oefenen met de Nederlandse taal. Dus echt zo Liesje leerde Lotje lopen. Nou, dat ging een paar keer zo. En zij moest een beetje van dat Haagse accentje af. Haar geverfd en dat soort dingen. Dus nou ja, dat gaat vanavond weer verder. Ga ik vanavond weer verder kijken. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb mijn artikel online gezet. Dus dat was eigenlijk allemaal wel goed. Ik zal jullie dus eventjes de boodschapjes laten zien. Ik zal even beginnen met de plantjes. Want die ga ik zo even buiten neerzetten. Het is een beetje awkward. Want ik heb een wat oudere overbuurvrouw. En die heeft toch wel de neiging om te gaan zonnen. Ze deed elke keer heel netjes in bikini. En op dit moment ligt ze dus naakt in haar tuin.
je moet zelf weten wat je doet. Alleen het is vervelend. Ik kijk dus recht op die tuin als ik in de keuken ben. Dus ik wil het liefst niet te veel in de keuken komen. Want ik vind dat niet zo'n prettig aangezicht. Dit zijn de plantjes. Het zijn begonia's. Ik kon deze sparen bij de Plus supermarkt. Moest je 2 euro betalen. Dan kon je dus deze 3 bakjes. Ik heb dit al een keer eerder gedaan. Ik ga ze maandag even poten. Maar ik ga ze wel even op mijn balkon neerzetten zometeen. Dus dat is wel fijn. Dan ga ik ze maandag even in die bakjes poten die ik nog van de Action heb. Die plantenbakjes. Dus dat is dat. Ik neem de boodschappen wel even mee. Even kijken. Dan hoef ik hier niet steeds in de keuken te zijn. Ja, het voelt gewoon ook een beetje gek, lieve mensen. En ondanks de naaktheid hoeft niet iets geks te zijn. Maar ja, ik ben dat toch niet zo gewend dat iemand zo ligt. En ze gaat nu ook nog even omdraaien. Dus oké, de boodschappen. Deur dicht. Ik heb gehaald. Ik heb hier kattenvoer. Ik ga het zo gelijk opruimen. Ik heb weer chocomel. Ik had ook wat dingen voor de koelkast, maar die zitten er al in. Ik heb even een shootje. Ik heb weer even een flesje frietsaus gehaald. Ik heb altijd Remi en frietsaus, trouwens. Ik heb hier nog de bonen in zitten. En ik had nog wat washandjes meegenomen. Ik wilde ook de handdoeken meenemen. Die waren er helaas niet. Daar heb ik nu een tegoedbon voor gekregen. Ja, dan heb ik weer even mijn rookwaren gehaald. Ik heb hier de latte macchiato weer. Die was nu op de Lidl-kaart 2 voor 4 euro. En even hulsen. Ik heb dan hier de cappuccino. Dan heb ik hier weer 4 van die pakken van dat ijsthee met aardbeissmaak. Heerlijk. Deze die had mijn vader voor mij gehaald. Een nieuwe plantenspuit. Want daar was ik naar op zoek en die hadden ze laatst niet. En toen kwamen hun bij de Action. Die hadden ze daar wel. Dus die is dan weer voor de katten. Dan kan ik ook mijn plantjes wel meer nat spuiten. Maar als de katten dan stout zijn, kan ik ze hiermee sprayen. Want die van mij die is echt aan het einde van zijn Latijn. Ik was even bij het kruidvat. Daar heb ik micellair water gehaald met rozenwater. Dat was nu 1+1 gratis. En deze was nieuw. Daar was ik heel benieuwd naar. En ik heb deze gehaald. En dit is voor de droge en de gevoelige huid. Dit is een nieuwe formule. Dus hier was ik ook wel benieuwd naar. En eventjes nieuw shampoo. Had ik al verteld dat ik op zoek was naar voor pluishaar. Dit is Oil Care voor pluizig en droog haar. Dit is dan conditioner. Hier zit argonolie in. En daar heb ik dan ook de shampoo van. Oh, ik heb Oil and Curl. Oh, chips. Nou ja, dat geeft niet. Dit is intense voeding en pluisvrij haar. Ik heb natuurlijk ook wel een beetje krul. En hier zit Birchie olie in. Maar dit is dan de shampoo. En ik kreeg een gratis fles. Dus dat is deze met Good Vibes olie. Geen idee hoe dat werkt, maar maakt niet uit. Dat zijn dus de boodschapjes. Ik ga eventjes wat spulletjes opruimen. Boodschapjes naar boven. En dan ga ik eventjes lekker stofzuigen, wasje aanzetten. En bij de kast wassen zet ik jullie erbij. Al vind ik dat die ook niet zo prettig, want dan doe ik in de keuken. Maar goed, we gaan maar eens even wat doen. Zo, de kwasten liggen lekker hier schoon te worden. Te drogen eigenlijk vooral. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik had er nu wel extra veel, want ik had extra veel kwasten gebruikt. Ik had mijn mop gewassen. Deze. Daar dweil ik altijd mee. En ik had gehoopt dat die helemaal weer mooi wit zou worden. Dat is niet gebeurd. Maar ik denk wel dat de meeste viezigheid er wel uit is. Dus laten we het een kans geven. Het is goed gegaan. Ook met dit gewoon. Dus, maar ik had dus gehoopt dat hij wit zou worden. Ik ga nu eventjes spullen pakken voor bullet journalen.
Ik had eigenlijk, ja, ik denk dat ik morgen even met de lipstift aan de gang ga. Vanavond kwam mijn nagellak eraf. En dan denk ik dat ik dat vanavond even ga doen. Dan ga ik nu gewoon even wat spullen pakken om te knutselen. En ik zag dat, ja, dat merk waar Action hun knutselspullen van verkoopt. Die hadden een heel handige video geplaatst hoe je je glittercarousel kan openmaken. En dat is nogal een dingetje. Dus ik ga even kijken of dat ook lukt. Want ik wil eigenlijk iets met glitter doen. Maar dan stink ik beter even in de keuken. Want dan kan het ook weer even terug. Dus ik denk dat ik dat eventjes... Ik ga gewoon even wat spullen pakken. En dan zet ik jullie er zo wel bij. Zo, de bloemetjes die staan op het balkon buiten. Nou, zoals ik al zei, ga ik maandag even planten. Maar ze staan in ieder geval buiten. Lekker even bezig geweest. Maar alles is wel één groot glitterband in de keuken. Dus dat moet ik even straks opruimen. Maar wel even een lekker dagje gehad. Mijn was die draait, die kan ik vanavond ophangen. Straks mijn nagellak er even lekker afhalen. Vanavond kijk ik Kou van Holland en even flikken Rotterdam. Want dat had ik opgenomen. Ja, verder is er eigenlijk niet zoveel. Ik kijk gewoon die Gossip Girl en de aflevering van Morten. Dat is wel leuk. Ik had net een hele grote dode klit in mijn haar. Dus die is er nu wel uit, gelukkig. En misschien nog wat voor de vlog doen. En het was een beetje jammer. Ik gebruikte de app Wunderlist. Volgens mij heb ik er wel eens over verteld. Daar maakte ik een heleboel lijstjes in. Maar die app die is ermee gestopt. En ik had dus ook geen melding gehad. Want ik had een boek uitgelezen. En mijn boeken zet ik dus altijd in Wunderlist. Maar die deed het dus niet meer. En nu moet je dus een alternatieve app. Als ik de app open. Staat er dit. Synchroniseren is niet meer mogelijk. Alles wat je toevoegt of bewerkt wordt niet gesynchroniseerd. Want deze app is gestopt. En nu heb ik dus de vervanger, dat is ToDo. Deze is van Google. Dit is wel iets minder fijne, maar ja, het is in ieder geval wel een vervanger voor de lijst. Maar ik vind het wel jammer dat Wunderlist is gestopt. Ik had het laatst ook al met een app. Daar verzamelde ik bonnetjes, die moest ik scannen, zeg maar. En dan kreeg je daar punten voor. Daar kon je dan ook weer dingen met korting voor krijgen of cadeaubonnen, dat soort dingen. Maar ik kwam ineens niet meer in die app. En ik wist mijn inloggegevens niet meer. Want die stond nog op een oud e-mailadres. Dus ik ging kijken. Had ik die app verwijderd. En toen wilde ik hem opnieuw installeren. Toen zag ik hem niet meer in de App Store staan. Dus ik kijken. En toen ging ik even op de website kijken. Van, heb ik het wel goed geschreven? Nou, dat was het geval. Toen stond er dus op de website van, wij zijn gestopt met onze diensten. Dus onze app is offline. Dus ik dacht, oh fijn. Want ik vond het ook al zo gek, want ik kon geen nieuw account er maken. Maar het is gewoon dan, ja, het is wel gewoon jammer dat sommige apps er weer mee stoppen. Maar ja, dat is soms niet anders. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Straks even lekker douchen.
eten. En dan vanavond gewoon lekker relaxen. Dus dat is ook wel fijn. Ik zie jullie dan in ieder geval morgen weer. Want ik ga nu toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 10 mei. Het is moederdag. Ik zie mijn moeder niet. Want wij doen er eigenlijk nooit echt heel veel aan. Ook omdat de afstand natuurlijk wat lastiger is. En mijn moeder die gaat gewoon naar mijn oma toe. Oh, dat zag er heel raar uit, maar ik had jeuk in mijn oog. En vroeger was het wel meer toen we gewoon nog allebei thuis woonden. Nathalie en ik, dan deden we er wel wat aan, maar nu eigenlijk niet meer. Maar vroeger was het ook als kind zijn, dan maakte je op school natuurlijk altijd een werkje. En later kocht je wel een cadeautje als je ouder werd. Maar wij doen er eigenlijk niet echt wat aan. Ik heb lekker mijn onesie aan. Ik heb het even laten zien. Het is heel basic. En het is niet heel modieus of zo. Maar het zit wel gewoon heel erg lekker. Want het is gewoon in één stuk. En ik dacht, het wordt vandaag koud. Maar het valt nog best wel mee. Want het zonnetje schijnt ook best wel licht. En het is buiten niet echt een nare gevoelstemperatuur. Dus ik merk niet dat het 10 graden kouder is als gisteren. Maar misschien komt het nog. Ik weet niet of er eigenlijk regen voorspeld is. Ik zal eens even kijken. Er stond vooral een windvlaagje bij het weer. Even kijken hoor. Het weer. Nee, er staat nog wel... Oh ja, 22 graden geeft hij aan en bewolkt. Maar hier stond het zonnetje nog wel. Vanaf 4 uur gaat het echt waaien. Morgen waaien en dinsdag regen. Morgen is het echt 12 graden. Dat is wel echt heel frisjes. Gisteravond heb ik Hou van Holland gekeken. Ik heb altijd wel een beetje het gevoel dat dat iets is... Dat het toch wel echt een winterprogramma is. Ik krijg er altijd een beetje winterse ideeën van. Dat komt vroeger. Toen wij nog allemaal thuis waren, dan zaten wij. Wij hadden vroeger een kachel thuis. En dan gingen wij. Dan keken we Hou van Holland. En dan was het winter. Dan was het koud. En dan. Ja. Even dit beantwoorden. Ga ik verder. Dan hadden wij gewoon echt, dan had je dus koud en dan zat je onder je kleedje en dan keek je Hou van Holland en dan kreeg je echt zo'n gezellig gevoel bij. Dan was het donker buiten, maar ja, nu is het natuurlijk licht, omdat het lente is. Dus ik heb er altijd meer een winters gevoel bij. Maar ja, het komt gewoon, je hebt nu natuurlijk niet zo heel veel op televisie, dus je gaat toch wel herhaling kijken. Althans, ik ben wel zo, ik weet niet wat jullie doen nu er heel veel herhalingen op televisie zijn. Dus dat heb ik even gekeken. Daarna heb ik even Flikker Rotterdam teruggekeken. Ik heb Gossip Girl gekeken. Ik ben al bij seizoen 3. Daar ben ik dus vrijdag al mee begonnen. Maar het was een beetje vervelend. Ik keek de laatste dagen keek ik via mijn laptop. Die sloot ik aan op mijn televisie. Want de Apple TV deed die. Maar die heb ik gisteren aan de gang gekregen. Dus ik kan nu via de Apple TV kijken. Dat vind ik gewoon net iets relaxter. Want dan kan ik op een gegeven moment de laptop uitschakelen. Nou had ik gisteren de laptop wel nodig. Want ik ging Morten kijken daarna. Dan kijk ik dan wel via de laptop aangesloten op de televisie. Maar ja, dan, ik kan dan gewoon ook heel duidelijk zien op mijn televisie, zeg maar, van oh ja, welk seizoen ben ik nu, welke aflevering, want dan komt er een vinkje achter. En op de laptop gaat hij aan één stuk door. Dus zodra het is afgelopen, moet je als een malle weer snel hem uitzetten, want ik kijk maar één aflevering per avond. Maar gelukkig heb ik de Apple TV weer aan de gang gekregen, dus kan ik hem hier gewoon gebruiken. Morten was ook super spannend. Er zijn helaas maar 8 afleveringen. Ik dacht eigenlijk dat er meer zouden zijn, maar dat was dus niet. Maar daar ben ik nog niet hoor. Ik heb nu pas aflevering 3 gekeken. Dus op zich heb ik dan nog 5 afleveringen te gaan. Maar het wordt wel steeds spannender. Dus dat was heel erg leuk. Ik ga zo even stofzuigen. Ik wil eigenlijk even mijn lipglossjes afnemen. En eigenlijk eventjes mijn lipsticks. Ik heb zo'n houder nu in mijn bak staan, maar eigenlijk werkt dat niet meer. Dus die ga ik er even uithalen. Ga ik alle lipstickjes gewoon netjes neerzetten. En dan kunnen de lipliners erbij. En dan wil ik even proberen mijn lipglossjes af te nemen en even foto's maken. Misschien dat jullie daar wel weer een keer bij zitten. Want ik heb de afgelopen dagen niet heel veel bijzonders gevlogd. Misschien is dat wel eventjes weer een keertje leuk.
Maar dat is eigenlijk even de planning. Dus verder niet heel erg bijzonder. Het is natuurlijk zondag. Dus dat ga ik zo eventjes doen. Dus eerst maar even de stofzuiger doorheen trekken. Vanavond even mijn nagels doen. Want die zijn nu weer kaal. Dus dat vind ik ook altijd wel lekker. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga even wat doen. Waar ik een beetje de pijn in heb, is dat ik elke keer dit aantref zodra ik opkom. De katten trekken de hele lakens weg. Dus ik ga zo eventjes dat ook helemaal goed stofzuigen weer. Maar ze zijn zo aan het vechten. Ze trekken dus alles los. Dus alles wat ik netjes neer doe, dat trekken hun weer los. Waardoor ze dus bij de bank kunnen. Misschien dat ik met de tijd de dekens niet meer nodig heb. Maar ja, omdat je nu net een nieuwe bank hebt, wil je hem netjes houden. Dus daar baal ik wel een beetje van. Ik heb nog wel trouwens mijn wasje opgehangen gisteren. Dus dan kan ik van de week weer even verder wassen. Maar ik moet even wasmiddel kopen. Want ik heb nu mijn laatste flesje aangebroken. En ik ben wel iemand die dat wil aangevuld houden. Maar goed, ik ga nu even stopzuigen. En dan denk ik eventjes. Misschien dat ik de liplosjes wel in de keuken even met een doekje doen. Want in de slaapkamer is super donker. Ik heb alleen dus geen bakjes, wat ik laatst vertelde. Dat is een beetje jammer. Dus ik ga even kijken hoe ik dat een beetje kan doen. Eigenlijk zou ik een bakje moeten maken van karton. Even voor nood. Want ik heb nog karton liggen. Dus misschien dat ik dat wel eventjes kan gaan doen. Goed idee, denk ik. Tijd om deze bende even schoon te maken. Ik heb alle klosjes even verzameld in deze emmer. En dan ga ik hier maar even lekker een doekje overheen halen, zodat het niet meer pikt. Daar ga ik je niet bij zitten, maar doe ik het straks even bij de foto's. Dan ga ik hier gewoon eventjes in de keuken eventjes dit allemaal schoonmaken. En dan hoop ik dat ik even iets van een doosje kan vouwen, zodat het ook allemaal een beetje georganiseerd is. Dus dat ga ik nu eventjes doen.
schoongemaakte lipglossjes die allemaal dus zijn afgenomen en niet meer pikken. Hier staat de mat. Ik heb wel voor een bakje rode lipolies. En hier heb ik nog wat producten. Maar ik ga alles maar even in een zak doen. Want ik heb dus geen bakjes. Dus dat is even jammer. Zo, ik film even met de telefoon. Want mijn camera is leeg. En Taartje heeft straks een plantje te pakken gehad. Ik trok hem gewoon met kleutje en al uit het bakje. Daar was ik niet zo blij mee. Dus ik ga ze morgen echt even poten. Dus moet ik morgen eventjes... dat staat in de schuur bij mij. Heb ik... hoe heet dat spul? Zand? Nou ja, wel speciaal zand voor de bloemen in ieder geval. Niet gewoon zand, maar ik kom even met potgrond bedoel ik. Heb ik daar liggen, dus dat ga ik dan morgen maar even doen. Want ik had net alles schoon met stofzuigen en toen trok ze het plantje eruit. Foto's zijn klaar, ik heb mijn lipstick laat wel iets omgegooid. Ik ben nog niet helemaal tevreden, dus jullie krijgen het pas te zien als ik echt tevreden ben. Maar ik heb het nu gewoon even zo neergezet. Want ik ben gewoon even afhankelijk van bakjes. Dus dat is eigenlijk even wat ik heb gedaan. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Het Zijn Net Mensen. Het dierenprogramma en even de tv-kantine kijk ik nog. Want die heb ik nog niet gezien. En verder kijk ik Rex en Gossip Girl. Dus eigenlijk niet heel bijzonder. Straks lekker even uitgebreid douchen. Ga ik even lekker... daarna eten. Ik heb lekker friet met schnitzels. En ik moet echt zeggen, de laatste keer had ik zo'n grote zak van Avico met friet. Maar die friet die is lang zo lekker niet als in die kleine zakjes. Ik weet niet wat dat is, maar er zit echt een smaakverschil in. Ik vind dat echt heel gek. Ik wilde eigenlijk Avico er nog eens een berichtje over sturen of dat toch andere patat is. Omdat ik echt de smaak anders vind. Want die in de kleine zakken, die kan ik op 8 minuten doen. Zijn ze prima, smaken ze heerlijk. En die uit die grote zak... zijn ze met 8 minuten nog niet eens echt goed gaar. Ik heb gisteren gewoon een deeltje weggegooid, want het was gewoon niet lekker. Dus dat was jammer, maar goed, dat is voor nu de planning. Vanavond nog even foto's bewerken. Wel fijn dat de foto's weer klaar zijn. Vanavond nagels lakken. Dus, en even de camera opladen. Dus ik zie jullie dan morgen weer, want ik ga nu toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 11 mei. Ja, klopt. Ik ben klaargemaakt en... vandaag op de planning staat even de video opnemen. Ik probeer even heel erg mijn best te doen. Want ik hoorde toch wel bij de video van zaterdag dat het voor jullie niet heel duidelijk was. Ik heb echt nog een beetje moeite met de instellingen en het scherpstellen. Dat is echt nog een beetje lastig. En die cursus die ik heb gevolgd, die ging alleen over fotografie. Dus niet over video. Zou leuk zijn als daar nog iets van te doen is. Maar dan moet ik even kijken. Dus ik probeer daar heel erg mijn best voor te doen. Ik was al even de plantjes poten. Ik krijg als het goed is nog een belgesprek. Maar dan moet ik even kijken of dat lukt. Of dat doorgaat. En daarna even bullet journalen. Dus dat is voor nu de planning. Ik heb gisteravond de nagels gedaan. Heel mooi rood. Ik ga heel goed op dit kleurtje. En dit is dit nagellakje. Kijk hoe cute. Mini Mouse. Deze komt uit de Mini en Daisy Limited Editie van Catrice. En dit is de C03 Everybody's Sweetheart. Heel erg leuk rood. Ik ga er goed op. Verder heb ik gisteravond even de tv-kantine teruggekeken. Was wel leuk, maar ja, dat is gewoon nu allemaal het beste van. Dus soms is het wel leuk dat je hele oude sketches ziet die echt al jaren geleden zijn gemaakt. En ja, volgens mij draait het toch al wel zo'n 11 jaar. Want er zijn 11 seizoenen, meestal is het 1 seizoen per jaar. Denk ik dan. Ik heb eventjes gekeken naar Het Zijn Net Mensen. Ja. Het is een leuk programma, maar het is ook elke week wel een beetje hetzelfde. Maar ja, ik ben blij dat er wat op tv is. Ik heb Rex gekeken en Gossip Girl. En ik heb de foto's even bewerkt. Dus dat was verder mijn avond. Niet heel bijzonder. Ik had wel lekker gegeten, maar ik heb een beetje last van mijn kaak. En ik vind schnitzels bakken is gewoon niet helemaal mijn ding. Zou ik in de airfryer kunnen? Ik heb dat 1 keer geprobeerd. Nou, toen kwamen ze er zo keihard uit dat ik daar een beetje huiverig voor ben om dat weer te proberen. Maar ja, ik zie op internet zoveel mensen die zoveel dingen in de airfryer klaarmaken. Ik gebruik hem eigenlijk voornamelijk alleen maar voor dat frikandellen en aardappelschijfjes. Dus ja, nou ja, ik moet daar gewoon nog eens mee experimenteren. Ja, voor de rest eigenlijk niet heel veel te vertellen. Ik ga zo eventjes de schuur bemachtigen. De spinnenschuur. Verschrikkelijk.
Maar daar staat mijn potgrond. En dat moet ik hebben om die plantjes te kunnen poten. Ja, het is nou niet het beste weer om dit te doen. Want het is heel erg weinig. Ik weet eigenlijk niet hoeveel graden het is. Het zou best wel koud worden vandaag. Maar het weer verandert met de dag natuurlijk. Dus laten we even kijken. De telefoon heeft een beetje moeite om te openen. Het is 11 graden en half bewolkt. Ja. Oh, nu is het morgen ineens weer zonnig en woensdag regen. Ja, je kunt er echt geen pijl op trekken. Dat hele weer niet. Ja, ik moet het nu gewoon doen. Want ik heb het natuurlijk ook al sinds vrijdag in huis. Dus het moet er gewoon zo eventjes geplant worden. Maar ik haat dat eigenlijk. Maar ik ga het wel doen. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik even stofzuigen. Dan ga ik de spullen voor die video klaarzetten. Dan ga ik die even opnemen. En dan ga ik daarna even, hopelijk als ik nog tijd over is, bullet journalen. Dus daar ga ik jullie even bij zetten. Ik ga even kijken wat ik verder nog voor jullie kan filmen. Ik weet niet of het heel veel gaat zijn. Maar we gaan het meemaken. Dus ik ga nu maar eens even met die plantjes aan de gang. Alles is weg. Ik zal jullie even de plantjes laten zien. Die staan hier op het balkon. Die staan hier gezellig hier. En binnenkort wordt het balkon natuurlijk beter. Omdat ik nog die mat in hier wil leggen. Maar moet ik even wachten tot het beter weer is. Want volgens mij kan ik niet echt tegen regen. En dus nu is het regen voorspeld. Ik ga even wat drinken en dan ga ik de video opnemen. Het ging eigenlijk allemaal best wel vlot. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Zo, de video die staat er inmiddels al op. Ging echt super vlot. Ben ik echt super blij mee. Het telefoongesprek is iets later, want ze had het niet helemaal meer even helder wanneer we nou hadden afgesproken. Nou, geef niet. Ik ben nu eigenlijk toch al best wel snel rond, want ik heb alles gestofzuigd. Video staat erop. Plantjes zijn gepoten. Ik ben eigenlijk best wel snel vandaag. Ik ben er wel blij mee. Ik ga nu even de spullen opruimen. Ik heb dus nu de video opgenomen met de nieuwe producten van Essence. Want dat had ik nog niet gedaan. Dus dat wilde ik nog even doen. Ik ga nu even alles weer netjes opruimen. En dan wacht ik even tot het videogesprek er komt. En dan ga ik even lekker bullet journalen. Want ja, we hebben nu gewoon lekker de tijd aan onszelf. Ik ben echt blij dat het allemaal zo vlot ging. Dat is ook wel eens een keertje lekker.
Het waait echt wel lekker. Ik had ook echt zoiets van toen ik even naar buiten ging. Oh, toen moest ik helemaal die schuur in worden. En toen dacht ik, oh nee. Ik moet wel eventjes mijn voordeur, moet ik echt even vegen. Want het ziet er nu echt niet uit. Het ligt nu allemaal zand. Want ik heb het zand even boven erin geprikt. Ingedaan. Maar dat moet ik dus nog wel eventjes doen. Maar ik ben wel heel blij dat die plantjes er nu staan. Want dan is het weer weg uit de keuken. En dat geeft weer een fijn gevoel. Nu eventjes de spulletjes verder opruimen. En dan gaan we bullet journalen. Ik heb ondertussen, toen ik ook een beetje aan het journalen was, heb ik ook mijn belgesprek gedaan. Dus ik weet niet of jullie er heel veel van hebben kunnen zien. Maar ik hoop het. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. We hebben even lekker bezig geweest. Maar ik ben voornamelijk heel blij dat die plantjes zijn gepoten. Dat mijn video al is opgenomen. Ik heb alles lekker opgeruimd. Vanavond Château Meiland. Ja, goede tijden weer lekker. Château Meiland. Daarna heb je eigenlijk niet echt heel veel iets met 10 jaar of zoveel jaar man bij het hond XXL. Misschien dat ik het erop zet, ik weet het niet. Misschien dat ik ondertussen wel even lekker verder ga met de vlog editen. Weet je, dan hoef ik morgen de laatste beelden te importeren. Is die klaar, dan zou ik het woensdag niet hoeven doen. Dus vind ik ook wel lekker. Maar ik ga wel even kijken hoe het loopt. Ik ga sowieso Gossip Girl kijken en Rex. Artikel schrijven, ik moet er eigenlijk nog een inplannen voor morgen. Wat wou ik zeggen? Ik wou iets zeggen. Straks eet ik spinazie. Dus daar heb ik ook wel zin in. Even weer lekker, even wat gezond. Want laatst in het weekend is het meestal gewoon frietjes en dat is helemaal niet erg. Maar nu vind ik het wel weer lekker even gezond. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even lekker relaxen. Even bijkomen van deze drukke dag. Dus... Drukke dag. Ik heb best wel veel kunnen verzetten voor mij op één dag. Wat ik normaal misschien minder doe. Het kost me wat meer inspanning. Dus waarschijnlijk ziet het er helemaal niet druk uit. Maar deze dingen die ik nu heb gedaan kost mij gewoon wat meer inspanning. Omdat ik het perfect wil doen. En ik het dan ook af wil krijgen. Dus dat is soms gewoon een beetje lastig. Maar goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. En volgens mij zit de lipstick boven. Hoe krijg ik dit nou weer voor elkaar? Oh, wat erg. Was gebeurd met drinken. Maar ja, goed. Ik ga het straks lekker afhalen, douchen, eten en mijn dingen doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 12 mei. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is het echt bewolkt buiten. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het is. Gisteren zou het ook koud zijn. Dat viel best wel mee. Maar dat kwam omdat het best wel zonnig was. Vandaag is het 10 graden en er wordt, zo te zien, niet echt regen verwacht. Morgen wel. Het is vandaag vooral bewolkt. En ik heb onwijs een jeuk aan mijn been. En nu zie ik waarom. Want kijk, ik heb hier lekker zitten krabben. Hier zo. En ik ben er nog steeds aan het krabben. Omdat ik gewoon echt heel erg jeuk heb. En dan ga ik met mijn nagels er langs. Ja, mijn nagels zijn natuurlijk best wel lang. Dus dat voelt echt heerlijk. Maar het is niet echt bevorderlijk voor je huid. Misschien komt het wel door de broek. Misschien moet hij gewoon in de was. Maar dat weet ik niet. Ik heb het een beetje koud. Ik heb gisteravond Château Meiland gekeken. Daar begon nu pas eigenlijk een beetje de corona door te komen. De afleveringen zijn allemaal opgenomen. Ook voordat corona überhaupt begon. Maar ze hadden nu gasten. En een van die gasten die was al een paar dagen ziek. En toen waren... de mensen waarmee die gast dus was een beetje bang voor corona. Dus ze wilden toch een dokter laten komen. Gingen ze die dokter bellen, kregen ze een bandje te horen, want die praktijk die was niet open.
Maar ze konden dat bandje was heel slecht verstaanbaar. Dus ze zeiden op een gegeven moment van bij spoedgevallen moet je 15 drukken. Maar ja, dat is dus in het Frans. En hun konden niet verstaan wat ze dus zeiden. Maar ze hebben dat bandje heel vaak afgespeeld. Uiteindelijk zijn ze naar die praktijk toegereden. Alleen het gedeelte voor de medicatie ophalen was open. En daar hing dus een briefje dat ze dus die 15 moesten indrukken. Nou, dat ging dus helemaal weer niet goed. Want ze kregen iemand anders aan de lijn en allemaal gedoe. Uiteindelijk zijn ze naar een apotheek gegaan. Daar kregen ze te horen dat ze een mailtje zouden krijgen. En toen stond er in dat mailtje dat ze mondkapjes moesten ophalen en desinfectiemiddel en zo. Toen zijn ze naar die dokter gegaan en daar moesten ze de volgende dag moesten ze naar het ziekenhuis. En uiteindelijk moest die gast die dus ziek was, die moest blijven. Want ze wisten nog steeds niet of ze corona had. En de andere gasten die gingen alweer terug naar huis. Het lijkt me best wel vervelend dat je dan als gast daarachter blijft. Maar ja, ik denk dat het in Frankrijk nog weer heel anders is als hier in Nederland. Omdat ze in Frankrijk natuurlijk complete lockdown hebben gehad. Volgens mij is het nu wel weer een beetje op gang. Maar ik weet dat er in ieder geval complete lockdown is geweest. Dus dat was dat. Daarna heb ik een stukje van Man bij het Hond gezien. Ik ben ondertussen gaan editen, maar ik had het er gewoon op staan. En ik heb op een gegeven moment moest ik zo hard lachen. Ik kijk het programma nooit. Laat ik dat vooropstellen. Het is natuurlijk jarenlang op Nederland 1 op televisie geweest. Op Nederland 2, weet ik veel. Ik was veel te jong om dat te kijken. En ik weet wel dat mijn oma, die had het er vaak wel eens op staan. Als we dan s'avonds op visite kwamen, die had meestal wel Man bij het Hond erop staan. Maar het is dus sinds een tijdje is er terug bij SBS. En nu hadden ze Man bij het Hond XXL. En dan gingen ze dus terug naar mensen waar ze dus alles geweest waren, geloof ik. Of misschien ook wel weer naar nieuwe mensen, dat weet ik niet helemaal. Ze gingen naar één vrouw terug, die had toen der tijd was ze zwanger van haar 11e kind. Inmiddels was ze gescheiden, er zijn 12 kinderen uit voortgekomen. Maar ze was ook best wel gelovig. Dus vandaar dat verklaart dan denk ik ook wel dat je meer, dat je best wel veel kinderen hebt. Inmiddels was ze gescheiden en woonden ze nog met een, die, heel veel kinderen waren ook al uit huis. Want de meeste waren waarschijnlijk al volwassen. En er was ook een heel apart stel. Ik heb het hele verhaal niet meegekregen. Maar in ieder geval die vrouw. Ja, uiteindelijk bleek dat ze zowel mannelijke als vrouwelijke hormonen had. En ik had eerst al zoiets van, wat ben je eigenlijk? Een man of een vrouw? Want ik kon het echt niet zien. Ze had wel lang haar en zo. Maar gewoon haar stem leek heel erg mannelijk. En ook haar gezicht vond ik niet echt heel vrouwelijk. Maar die ging dus heel veel elke keer met een man mee naar het werk of met haar vriend. En dat vond die baas eigenlijk heel niet leuk, maar ze deden het toch. Maar ik heb zo gelachen, de tranen rolden over mijn wangen. Nee, het was zo grappig. Ja, ik heb misschien vage humor, dat kan. Maar ik kon er wel heel erg om lachen. Ik heb Gossip Girl gekeken, ik heb Rex gekeken, ik heb mijn artikel online gezet. Ik heb dus al een deel aan de vlog gewerkt en ik heb een persbericht ingepland. Dus dat was verder de avond, niet bijzonder. Zometeen ga ik de kattenbak doen. Muisje heeft gisteravond op een handdoek geplast. Die lag een beetje op de grond gedrapeerd, omdat hij op de bank lag. Dat was prima. Nou, het was eigenlijk helemaal niet prima. Maar liever dat dan dat ze op de bank doet. Ik snap het alleen niet, want de bak was verder nog schoon. Dus dat begreep ik niet. Maar die ga ik zo meteen even een grote beurt geven. Ik baal wel een beetje, want ze hebben op de bank gespuugd. Je ziet het nu heel erg nat. Je ziet dus hier een beetje nog van het spul. Dat kan ik straks weghalen met een lichtvochtig doekje. Maar ik heb de bank nu ingespreekt met die spray die ik heb gekocht. En dat duurt even voordat dat droog is. Want uiteindelijk droogt dat gewoon zo op dat de bank weer de juiste kleur krijgt. Maar daar baal ik een beetje van. Want ik had die hele bank weer gewoon ingepakt. Maar ze hebben dus die handdoek naar voren getrokken. Daar had ik even goed de pee in. Toen ik opkwam. Maar ja, ik kan er niet zo heel veel aan doen. Wat ik verder nog wat te melden? Nee, eigenlijk niet zoveel. Ik ga zo meteen dan even zien. Maar even die kattenbak doen. Dan ga ik dan ook even de zakken naar buiten. Of naar de bak brengen. Want ik had gisteravond heb ik al de vuilnisbak heb ik geleegd. De zak eruit gehaald. Staat nu bij mijn voordeur. En heb ik dus een nieuwe zak ingedaan. En dan ga ik zo meteen de kattenbak doen. Dan heb ik weer een zak bij. En dan kan die tijger naar de bak. Tijgertje die gaat weer uithalen naar Mickey. Want Mickey zit bovenop de krabben aan. Dan gaat ze ineens zo met haar poot. Zo doet ze dat. Doet ze echt al een paar weken. Ik weet niet wat het is. Het lijkt een beetje aandachttrekkerij.
Zo langzamer en zo straks, dan komt ze even knuffelen. Dat is super lief. Het is mijn hele hand af te likken. Heel veel mensen vinden dat heel vies. Als een huisdier je likt, kan ik me ook wel voorstellen. Maar het voelt wel heel erg lekker. Ik heb er zelf niet zo moeite mee, want ik was daarna gewoon weer mijn handen en het is klaar. Muis die doet heel vaak mijn gezicht ook wassen. En ik zie het ook wel weer iets als liefs. Ik heb er zelf niet zoveel moeite mee. Maar ik denk ook dat het anders is. Omdat ik gewoon echt mijn katten, ja, zijn heel belangrijk voor mij. Ik leef al zo lang met mijn katten samen. Ik heb er zelf niet zo moeite mee. Maar ik kan me voorstellen dat je het minder prettig vindt. Goed, ik ga maar eens even wat doen. Want het is een grote schoonmaak. Dus ik ga een muziekje aanzetten en dat ga ik wel doen. Ik denk dat jullie er alleen bij zitten bij de douche. Want de rest is altijd een beetje lastig. Maar in ieder geval ga ik nu wat doen. Zo, alles is klaar. Alles is lekker schoon, dus dat voelt wel heel erg fijn. Ik ben wel weer tevreden, dus dat is top. Ik ga nu zometeen nog even lekker relaxen en vanavond probeer ik de vlog even af te maken. En dan ben ik ook wel weer rond, dus dat is fijn. De katten hebben nu net gegeten. Ik ga zo hun bakjes even opruimen, want daar gaan ze mee spelen, dus die haal ik weg. De plek ziet er nu zo uit. Die ziet er nu zo uit, dus je ziet er niks meer van. Dit is nog een beetje vochtig van het spleetje, maar dat droogt straks vanzelf op. Dus die is mooi eruit, dus daar ben ik heel blij mee. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dat kan op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aanzetten. Krijg jij een melding zodra er een nieuwe video online komt. En ja, dat is het. Ik heb trouwens eigenlijk nog niet verteld wat ik vanavond ga doen. Maar ik kijk vanavond naar dat programma op RTL 4 met die oudere mannen. Hoe heet het nou? Beter laat dan nooit. En de Databros en Rex en Gossip Girl. Dus dat wilde ik nog even vermelden. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je bij je volgende video.